Onze, we hebben het vorige keer gehad over de regering en wat de taken zijn van de zekerpartners. En de taken van de regering, Ruben, leg je die kruis over. Vandaag kijken we naar het parlement. Dus we gaan nu een ander belangrijk bestuursorgaan in Nederland nader bekijken. We kijken naar waar het parlement uit bestaat, dus wat zijn de onderdelen daarvan. In je boek wordt dan nog een heel verhaal verteld over de Tweede Kamer. Nou, daar hebben we het al over gehad, dus toen hadden ze gezegd, dat ga ik niet in de uitleg zetten, omdat je het in je boek zo goed terugvinden. We kijken dus wel naar de Eerste Kamer. We kijken naar de fracties. Wat zijn fracties? De verhouding tussen de regering en het parlement. De rechten van het parlement. En we sluiten af met iets typisch Nederlands, het poldermodel en wat dat wil zeggen. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst met jullie even een plaatje laten zien van het parlement. En het parlement, het is eigenlijk niets anders dan een samenvoeging tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Wat is nou het verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer? In de Tweede Kamer worden wetten gemaakt. En wetsvoorstellen gemaakt. In de Eerste Kamer wordt over die wetten gestemd. Dus wat er gebeurt is dat ze gaan kijken van oké, is die wet goed en accepteren we die. En dat is wel belangrijk, want als zij de wet niet goed zouden keuren, de Eerste Kamer de wet niet goedkeurt, dan is het gevolg dat die niet wordt aangenomen. Als we dan kijken naar de samenstelling van de Eerste en de Tweede Kamer, dan zie je dat de Eerste Kamer maar 75 mensen bestaat, dus die is relatief kleiner. En wat ze natuurlijk altijd hopen, is dat de verhouding van politieke partijen ten aanzien van het aantal zetels in zowel de Eerste als de Tweede Kamer gelijk is. Want op het moment dat de Eerste Kamer bijvoorbeeld uit partijen uit de oppositie bestaat, ja, dan kun je er donder op zeggen dat die wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer gemaakt worden, dan nooit worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat kan al gebeuren wanneer er één zetel verschil is. Dus als de oppositie één zetel meer heeft in de Eerste Kamer dan dat ze hebben in de Tweede Kamer, en daardoor een meerderheid hebben, dan kan dat problemen opleveren bij het goedkeuren van de wetten. En het parlement als geheel, Daar komen ze weer, de wetgevende en de controlerende taak. Dus dat zijn de rollen van hun. Parlement is ook wel Staten-Generaal. Het woord Staten-Generaal wordt op Prinsjesdag vaak nog gebruikt. En in dat geval gaat het dus over de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk. Hier nog een afbeelding van het Tweede Kamergebouw. Wat is dan de Eerste Kamer? Nou, we hebben er net eigenlijk al een beetje naar gekeken. Het zijn 75 leden, maar die worden niet gekozen door ons. Wij gaan niet naar de stembus en kiezen de mensen direct voor de Eerste Kamer. Nee, dat doen de leden van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten, die kiezen wij wel. En zij wijzen dus mensen aan die in de Eerste Kamer mogen komen. En ze noemen de Eerste Kamer ook wel de Senaat. En als je een plekje hebt in de Senaat, dan noem je dat dus gewoon een zetel. Dus dan heb je een zetel in de Senaat. En als je kijkt naar de foto's, dan zie je dat de Eerste Kamer er best wel heel anders uitziet als de Tweede Kamer. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het minder mensen zijn. Maar het geeft ook wel iets aan over wat voor soort bestuursorgaan het is. Want we zijn hier heel duidelijk bezig met de controle van wetsvoorstellen die dus gemaakt zijn in die Tweede Kamer. Is die niet in strijd met bestaande wetgeving? Zitten er geen fouten in? Is de wet wel duidelijk genoeg? Nou, allemaal van dat soort zaken worden in die Eerste Kamer besproken. En dat is best wel heel belangrijk. Die Eerste Kamer is eigenlijk dé controlerende macht van ons parlement. Als er geen Eerste Kamer zou zijn geweest, zouden er wetsvoorstellen kunnen worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Terwijl er eigenlijk helemaal geen controle op is geweest. En dat mag niet volgens de Nederlandse regelgeving. Ja? Dan heb je het weer over de bestuurspolitica. Nou, dan fracties. Fracties heb je zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. En dat betreft niets anders dan een groep van volksvertegenwoordigers. Dus een groep mensen
die bij een bepaalde politieke stroming of een politieke partij horen. Dus als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de fractie in de Tweede Kamer, de Tweede Kamerfractie van de VVD bestaat uit leden van de VVD. Datzelfde gebeurt ook in de Eerste Kamer, ook daar zijn de fractieleden, dus mensen die dus voor de betreffende partij daar zitten. Je hebt ook nog regeringsfracties. En dat zijn dus fracties van de partijen, een soort mensen die zijn uitgezonden, zou je kunnen zeggen, om die fractie te vertegenwoordigen, of de partij te vertegenwoordigen in de regering. Want lang niet alle mensen die lid zijn van een politieke partij kunnen natuurlijk in die Tweede Kamer plaatsnemen. Dat heeft alleen maar te maken met hoeveelheid zetels die zo'n politieke partij heeft gekregen tijdens de verkiezingen. Je hebt ook nog de oppositiefracties. Ik zie trouwens dat die F steeds is verschoven, een beetje irritant. En dat zijn dus de aangewezen mensen die dus zeg maar niet in de regering zitten, maar in de oppositie, maar wel degelijk onderdeel uitmaken van het bestuur in Nederland. Heren, leg je telefoon eens even weg. Dante, telefoon, Ruben, telefoon. Zou het begrip fractie ook gewoon als een stukje kunnen vertalen, hè, uit wiskunde, een fractie van een groep mensen die lid zijn van een politieke partij. En nogmaals, dat zijn er een heleboel. Dit zit nu, dit zijn de fracties zeg maar die nu in de Tweede Kamer zitten, dus dat zijn de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat regeert nu ons land. En dit is oppositie. Kun je nagaan, momenteel is het zo dat de oppositie 1 zetel meer heeft dan de fractie, dan de regeringsfractie. Dus dat betekent dat dit 76 zetels zijn en dat zijn er 75. En dan, of 74, 76 zijn er 150 samen. Zo zie je hoe nou dat komt. Je moet dan nog even verder kijken, want je hebt ook nog een soort verhouding tussen de regering en het parlement. Hè? Als je kijkt naar het als politica, dan zijn ministers degene die de uitvoerende macht hebben, maar ook de wetgevende macht. Zij moeten de wetten uitvoeren, maar ze mogen ze ook maken. En het parlement daarbij is juist dus heel belangrijk, want ja, zo'n minister kan niet in zijn eentje een wet gaan voorbereiden. Hij kan een voorstel doen, maar hij heeft altijd hulp nodig. En dat gebeurt vanuit het parlement. Ze kunnen dus meedoen met het ontwerpen van zo'n wet. En heel belangrijk, ze moeten die ministers controleren. En als een minister iets heeft uitgevreten dat hij door de beugel kan, dan wordt hij op het matje geroepen en dan moet hij zich verklaren. En dan moet hij zijn verhaal uitleggen. Waarom hij dingen op een bepaalde manier heeft gedaan. En dat gebeurt regelmatig. Dat zo'n minister op het matje moet komen. Nou, hier nog een overzichtje. Dit staat ook in je boek. Maar wat je ziet, de regering, hè, het staatshoofd en de ministers, die gaan bijvoorbeeld wetsvoorstel indoen. Die moeten zich verantwoorden tegenover het parlement in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Dus dat is de verantwoording. Maar al je klep dicht. Ja. Aan de andere kant heeft het parlement de taak, de controle van de wetten die dus gemaakt zijn door die regering. Hè, worden die wel goed uitgevoerd? Is het wetsvoorstel terecht? Zit het goed in elkaar? En zo zie je dat er een continue samenwerking bestaat tussen regering en parlement. Dus ze zijn alle twee heel erg belangrijk. En nogmaals, het hoort bij die trios politica, ze controleren elkaar. En ik denk dat dat een van de belangrijkste onderdelen is van de Nederlandse politieke wetgeving. Je kunt niet zomaar iets bedenken. Als Mark Rutte heel graag 10 keer minister-president zou willen worden, dan kan dat niet in Nederland zonder dat het parlement en de verkiezingen hem daarin steunen. En in andere landen wil het nog wel eens zijn dat iemand zich gewoon tot president uitroept en dan president tot het leven. Weet je al, daar is niet echt veel toezicht op gehouden. Nou, dan heeft het parlement ook nog rechten. En dat zijn twee... Ja, inderdaad. Het was inderdaad. Ik ben helemaal van mappenpon af nu. De rechten van het parlement. Het zijn twee dia's waar ik dit gewoon even onder elkaar heb gezet. Je hebt twee taken. De eerste is de wetgevende taak. Dit staat ook in je boek. Bekijk er wel even goed, want er staan wel een aantal dingen die belangrijk zijn. Maar, ja... Vooralsnog zeg ik van, ga dit niet allemaal uit je hoofd leren. Ik wil met name dat je dit wel kent. Dat ze stemrecht hebben, budgetrecht. Hè? Budgetrecht. Hoeveel geld is er beschikbaar om een wet uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld? Recht van initiatief.
Ik neem het initiatief om een wetsvoorstel in te dienen. Recht van amendement om wijzigingen te kunnen aanbrengen in een wet. Er zijn nu zaken ter sprake gekomen ten aanzien van onze grondwet. Er zijn mensen die dus een amendement hebben ingediend om een wijziging te kunnen doorvoeren in de grondwet. En dat is lastig, want daar moet dan weer zoveel 2/3 meerderheid voor zijn en allerlei regels zijn daarvoor. Maar het is goed gecontroleerd. Dat is het eerste gedeelte. Tweede gedeelte. Rechten om vragen te stellen. Uiteraard, als jij een vraag hebt over een bepaald onderwerp, kan en mag je daar een vraag over stellen. Interpellatie. Ja, stel dat er iets ernstigs aan de hand is, dan mogen ze de minister met spoed naar de Tweede Kamer laten komen. Heer, ik heb er last van. Parlementaire enquête, dat is een heel zwaar middel. Stel, er is iets gebeurd in het buitenland, bijvoorbeeld met een militaire operatie. Dat is bijvoorbeeld in de jaren 90. Ik ga zo meteen mensen wegsturen, ik ben echt zat. Goed, parlementaire enquête dus. Een voorbeeld was, in de jaren 90 heeft Nederland een militaire operatie uitgevoerd in Srebrenica, in Joegoslavië. En onder het Nederlands bewind zijn daar dingen gebeurd die echt, vreselijk waren. Daar zijn allerlei politieke vragen over gesteld in die tijd. En uiteindelijk is er een parlementaire enquête gekomen. En dat was een onderzoek naar wat er nou eigenlijk gebeurd is tijdens die missie in Srebrenica. En dan worden alle betrokken mensen, de minister, maar ook legerleiders in dit geval, daarbij gevraagd uitleg te geven. Ja. Is dat openbaar? Over het algemeen wel, ja. Dus ja. Ik meen me te herinneren, maar goed, ik was toen zelf nog niet zo oud, dat daar gewoon in het nieuws van alles over is geuit. En was volgens mij ook zelfs live op de televisie, dat ik me herinner. Motierecht, wat is nou motierecht? Je kunt als jij een bepaalde minister of een staatssecretaris niet meer vertrouwt, een motie van wantrouwen indienen. En een motie van wantrouwen, dat betekent dat je dus twijfelt aan het uitgevoerde beleid van de minister. Je hebt ook nog een motie van afkeuring, dan is het wanneer het kabinet het niet eens is met het beleid. Wantrouwen hebben we dus nu al gezet. En het zou kunnen zijn dat bij een motie van wantrouwen die minister uiteindelijk opstapt. En dan zullen ze een andere minister moeten vinden om die taak uit te voeren. En dan de laatste, gaat over polderen. In Nederland heb je wat ze nu al noemen het poldermodel. En wat wil daar nou mee gezegd worden? In Nederland zijn we heel erg goed in het maken van concessies. Dus we gaan kijken van oké, als wij nou wat water bij de wijn doen, gaan we dan wel akkoord met het plan dat gemaakt wordt. En op die spotprint kun je het eigenlijk wel heel mooi zien. De ene partij zegt we willen veel meer, de andere partij zegt we willen veel minder. Dan wordt daar een overeenstemming gesloten, een compromis gesloten. We gaan in het midden er doorheen. Dat gebeurt in Nederland heel veel. Dus er worden tussen de oppositie enerzijds en de coalitie die het land regeert aan de andere kant uiteindelijk dan keuzes gemaakt. En die keuzes die passen binnen het poldermodel. Daar zijn wij Nederlanders daar blijkbaar erg goed in. In het buitenland gebeurt het maar al te vaak, zodat de mening van één partij gewoon doorgedrukt wordt. Krijg je dus enorme discussies. Goed, tot zover. Nogmaals, zoals ik al zei, deze paragraaf is niet zo lang. Jullie kunnen met de opdrachten aan de slag.